Dit is een van de drukste luchthavens van de Benelux. Een fascinerende en bruisende wereld. 6 maanden lang hebben onze camera's elke stap gevolgd. Van eigenaren van vliegtuigmaatschappijen, gewoon personeel, piloten tot het personeel van de incheckbalie. En daar gaat de reis naartoe. Bangkok. Bangkok, ja, we snoepen het zo. Volgens de gegevens is uw naam Fleurtje. Ja, oh, ze zegt, wij moeten toch de bagage. Ik ben een van Zize Vliegen is geweest. Ja. Hoe waren de reacties? Goed. Van de mensen waar ik veel waarde aan hecht, goed. Daar gaat het dan toch? Ja, als ik... Anders had ik me wel op mezelf op kunnen hangen. Ja, dat is nu eenmaal zo in deze tijd. Dat vroeger had je wel eens een Volkskrant recensent waar je bang voor was. En nu kan iedereen anoniem iets op internet zetten. En dat is niet, heel vaak niet de mening van het publiek. En we zijn heel erg blij met de cijfers. We gaan nu afwachten wat het zaterdag doet. Om te kijken of mensen het echt leuk vinden. En of ze het een kans willen geven om een beetje te wennen aan de types. En vervolgens dan het mee te gaan beleven. Ik heb een prothese, hè. Oh, hou eens op met dat zelfmedelijden, Peter. Ga eens hier. Goed morgen, pas. Lekker vliegen, hè. We zijn er, chicas. Huh? Heerlijk. Nou, Jella, opgeschoten met haar. Onze Leroy wordt 2 op de dag dat we terugkomen aan Ballara. Mevrouw staat een computerspelletje te spelen. Als ze zijn ook zo vroeg wijs tegenwoordig, dat loopt, dat praat. Als je uitkijkt, pak je zo'n pilsje. Hoe was het naast Carlo en Irene toch wel de typetjes te staan? Ja, het was ontzettend leuk. Ik vind het altijd, het is een voor- en een nadeel om met Carlo te draaien. Een voordeel is, omdat je vrienden bent, begrijp je elkaar heel erg. Een nadeel is, omdat je vrienden bent, ga je misschien soms veel te hard lachen en moeten opnames veel te lang stil liggen omdat je een slappe lach hebt. Ik wil heel graag piloot worden. Wow. Wow. Hoe is het met Flip? Goed. Heel goed. Heel goed. Hij blaft maar. En hij kef. Hey. Daar is ze hoor. Nou, daar is ze. Heb je de muziek onder gezet? Ja. Rappadappa. Waar heb je het over? Was je blij met de reacties? Op Zize Vliegen? Ja. Ik heb hele leuke reacties. Vertel even over je man. Mijn man heeft het gisteren voor het eerst gezien en ik denk, dat hoor ik de hele tijd. Nou. Hard lachen. Nou, ik hoor mijn man niet vaak hard lachen, maar het is, wij vinden het zelf heerlijk geslaagd. Zijn er trots op. Ook op Gordon en Chantal. Ook. En het is een eerste aflevering is nu geweest en nu draait het om een tweede. Waar is het? Och, het is voor een leuke documentaire. Wanneer? 8:00, zaterdagavond, RTL4. Is dit nou wel zo leuk? Ja, dat weet je nooit, hè. De makers van de TV-kantine presenteren Zize Vliegen met Carlo, Irene, Gordon en Chantal.